It's above quad racing in the desert of Dubai, kayaking in Florida. Can you imagine that? No, not really. Well, we're certainly going to be in for an experience of our lifetime in that case. Yes. It's a boat trip. Not even with a speedboat. Are you going to do the boat trip? Yes. Yes. We're super excited. Yes, I am doing the boat trip. Look at the canals. Did you know that according to TripAdvisor, the boat trip here on the canals of Amsterdam is the best travel experience of the world? No, I didn't, but I'm looking forward to it. Of the world? The world. No, yeah. We didn't. Oh, we didn't. You're going to do the best travel experience of the world. Oh, that's interesting. So we are looking forward to it. Rasmus, gefeliciteerd met jullie prijs. Dankjewel. Wat maakt jullie boottrip nou zo bijzonder? Nou, wat wij proberen is echt een hele mooie ervaring neer te zetten met een heel goed verhaal over de geschiedenis van Amsterdam. De grachten, de geschiedenis, de cultuur. Het zijn prachtige gebouwen waar we langs varen. Ja, ik vind het de mooiste stad van de wereld. Merk je het ook al in de kaartverkoop sinds dat de prijs binnen is? Nee, dat nog niet. Het is sowieso bij ons erg druk omdat we best wel bovenaan de lijstje staan. Omdat we al door hadden dat we een van de beste ter wereld waren. Maar ja, nu is dit wel echt de kroon op ons werk. En ik denk wel dat het aan de hand hiervan nog wel komend jaar wat drukker gaat worden dan dat het was. De boottochten hier op de Amsterdamse grachten zijn volgens TripAdvisor de beste algemene reiservaring ter wereld. Oké, ik heb hier wel eens een boottocht gedaan, maar dat, ik weet niet of ik dat kan beamen. Nou, of het de allerbeste reiservaring is, weet ik niet. We hebben geen ervaring met andere bootreizen of kanaalreizen in de wereld. Ja, dat vind ik wel heel apart om te horen, ja. Mensen zijn toch eigenlijk wel toe aan een uitdaging, denk ik. En dan een boottocht is maar heel simpel en relaxed. Ja. Het staat in het lijstje boven quadracen in de woestijn van Dubai, kajakken in Florida, de Inca Trail naar Machu Picchu. En raften in Brazilië. Nou, geweldig. Nou, dat zijn toch hele belangrijke dingen. Want de Machu Picchu zou ik ook wel een keer willen doen. Maar dat dat daar nog boven staat, nou dat... Kunt u zich dat voorstellen? Eigenlijk niet. Nou, daar zullen ze maar niet zien. Dus dan zal dit wel het leukste zijn. Voor u is dit het leukste? Ja, zeker weten. It's above quad racing in the desert of Dubai. Kayaking in Florida. Rafting in Brazil. Okay. Can you imagine that? No, not really. Well, we're certainly going to be in for an experience of our lifetime in that case. Yes. I can't imagine. Anyway. It's a boat trip. Not even with a speedboat. Snap je dat het voor veel Nederlanders misschien een beetje krom overkomt? Nou, eigenlijk niet, want Amsterdam is gewoon echt een hele mooie stad. En ik denk wat belangrijk is, het is niet alleen een open boottour door Amsterdam die de prijs gewonnen heeft. Maar het is echt ons bedrijf wat voor die recensies heeft gezorgd. En de ervaring die wij meegeven, en dat is gewoon heel erg uniek wat wij aanbieden. Wat denkt u? Denkt u dat dit dan inderdaad de beste reisexperience van de wereld is? Nee. Wat maken deze grachten in Amsterdam nou zo bijzonder? Ja, wat zou ik daar nou eens op zeggen? Yeah. I think the canals of Amsterdam. What could be better? It's such a beautiful city. We love it. Je ziet de andere kant van Amsterdam. Dus de oude kant van Amsterdam. En dat vind ik wel heel bijzonder. Die kun je niet op een andere manier ontdekken als alleen maar zo. Dat is dan bijzonderder dan quad race in Dubai bijvoorbeeld. Ja, zal ik maar zeggen ja. Do you think that riding a boat on the canals is the best travel experience of the world? Do you really want us to answer that? I think there might be better things. Yeah.